Ja, scoop! Oh! Weer een scoop. Oh, weer! Ja. Nou, zal ik deze even oppakken? Ja. Deze is pittig. Viespeuk, Kai van der Ree, je weet wel, die meisjes van 13 vraagt om blootfoto's. 12. Nee. 12. Ja. En 13. Ja. Die heeft weer werk. Ja. Het is Koep. Ja, hij werkt nu bij een ICT-bedrijf, heb ik weer via een vriend van hem gehoord. Zo. Ik vind het vooral heel knap dat hij überhaupt eraan werk is gekomen. Ja, is mij niet gelukt. Maar ik denk toch wel, ik sta met een punt. Kijk, weet je, natuurlijk, Kai was een dader en dat was vies en dat kan ook niet en ik weet het wel. Maar op dat moment, zeg maar, dat jij best wel bekend bent in Nederland en alleen maar op Google aan je naam gelinkt is dat jij dit met kindertjes hebt gedaan en wilde, dan kom je nooit meer aan werk. Ja, nooit meer naar de Albert Heijn. Nou ja, hij heeft wel werk gekregen, ja. Maar dat heeft hij toch zelf gedaan? Iemand moet niet zeuren. Ja, als je 24 bent, vraagt een meisje van 12, 13, 14, stuur even je blote pollenwoppie naar me toe. En dat komt uit. Ja, dan ben je toch gewoon een viezerik. Ja. Ja, en dan ga je, ik sta bovenaan Google dat ik een viezerik ben. Ja, dat ben je toch? Ja, nou, maar niet zeuren ook, joh. Nee. Nou, ik heb dus ook vernomen, toen het uitkwam, ging het tot vorige maand ontzettend slecht bij hem. Is hij alleen maar thuis gebleven. Ja, heb ik al. Af en toe nog naar zijn moeder, maar het was... Ja, verschrikkelijk. Een periode heeft hij doorgemaakt. Maar een ICT-bedrijf dus? Ja. Nou, in ieder geval fijn dat het geen kleuterschool is. Nee, heel goed.